Tja, nou ik sta hier nu in een heel mooi woud, midden in de mist. Ja, en ik had het net over gevaar en over angst. En ik heb de cache niet gevonden. Dus mijn doel is eigenlijk niet bereikt. Toen dacht ik, ja dat is natuurlijk ook fantastisch hè. Dat je gewoon je doel niet bereikt en toch helemaal gelukkig bent. Want ik vind het echt fantastisch. Ik moet zeggen, af en toe was het inderdaad wel even afzien. En, nou, ik heb nog wat angsten gehad. En dan bereik je je doel niet. Die cache, nou, ik kon hem niet vinden of ik wist echt niet waar die lag. En daar in die, tussen die bergen heb je ook helemaal geen ontvangst met je GPS. Dus... Maar daar gaat het ook juist helemaal niet om. Dus dat is mijn tip voor nu. Is dat het doel is nooit je doel. Het gaat om de weg. Nou, en dat roepen heel veel mensen wel. En... Maar kijk of je dat echt kunt realiseren. Dat je wel een soort doel hebt. Maar dat je volgens het gaat over om de weg naar dat doel toe. Daar gaat het over. En er is wel psychologisch onderzoek geweest dat geluk krijg je nooit van het doel bereiken. Maar dat is eigenlijk juist door geen doel te hebben. Dus als je het bereikt heb je even geen doel. Dus daar word je gelukkig van. Dus nou ja, dat doel, het is leuk om te hebben. Want dan kan je toch een soort van, dan ga je ergens naartoe. Maar geniet dan van de weg. En probeer niet dat doel kost wat kost te bereiken. Dus dat wilde ik nog even met je delen.